Ik ben Anita en ik ben 21 jaar oud en ik kom uit IJsland. En ik kwam eigenlijk hier naar de Nederland om mijn hardlopen te trainen. TV. Ja, ik denk het is eigenlijk ja, deze TV-show Friends. Oh ja. Gewoonte. Ja, het is hoeveel koffie ik drink en ook dat ik ga soms ja, echt laat slapen. Ja, eigenlijk om koffie te drinken. Ja, ik denk het is eigenlijk maar gewone dingen, weet je. Ik ben mijn tanden schoonmaken en zoiets. Koffie drinken. Hardlopen. En ook... ja. Een tijd hebben met mijn familie en, yeah, en zoiets. Weet het niet. Misschien de third generation bij Fassbinder. Dat vind ik echt leuk. Dat heb ik wel verwacht. ik weet het niet. Misschien dat je interesse hebt voor de andere persoon. Mm-hmm. Vanzelfsprekend. Ja, ik heb geluk. Er zijn ja, vele goede, maar volgens mij is het Brew to Cup, zij hebben de beste koffie volgens mij. En dan is het Babel, daar kun je echt lekker zitten. Vanochtend, het was eigenlijk brood, ja, en koffie. Koffiebar, shake. Ik denk het was eigenlijk in Italië, het is een... ja, toen de Europese juniorenkampioenschap. Of in Henkelo. Ik vind dat ook echt leuk. Nee. Wij hebben geen huisdier. Wauw, ik weet het helemaal niet. Koffiebar, beginnen met mij. Als voorbeeld, ja, klinkt echt. Ik denk eigenlijk naar Thailand. Ik vind dat echt interessant. Ik denk dat het is gewoon 8 of zoiets. Soms 9 of 10 in de week. Het is gewoon een espresso macchiato. Maar soms wel een espresso. Als ik moet echt wakker worden. Ja, echt typisch. Het is... denk ik Italiaans. Dankjewel. Your Dutch is great. Dankjewel. Yeah, I'm so proud.